We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Vandaag ga ik in gesprek met een bijzondere vrouw met pit. Haar naam Caroline van der Plas. Zij is de lijsttrekker van de boer-burgerbeweging. De frontvrouw van de boeren. Dus wat gebeurt er? Jij zit bij Veronica Insight, bij Wilfried Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. Die zit ook een beetje jou een beetje uit te testen. Maar het gaat om een fragment in de Kamer waarbij Hugo de Jonge... Ik zeg ook tegen de luisteraars, kijk het fragment even terug. Hij kijkt een beetje met een soort grappig oogopslag van... Oh, triple B, wie zijn dat? Wat zijn het voor gekken? En ze proberen jou echt in een hoek te duwen. En jij denkt, wacht eens even. Je rent naar die microfoon en je eist excuus. Je eist ook dat dit nooit meer gezegd wordt. Want voordat je weet... hangt er een etiket aan jou. Kun je me even uitleggen wat er met in jou omging toen dit gebeurde? Ja, ik werd zo kwaad. Mm-hmm. En inderdaad, jij omschrijft het heel goed. Het was met een soort van vrolijkheid en zo'n kwinkslagje van... nou, laten we eens even leuk grappig doen. Ik denk, dit zijn dus de twee rotjongens in de zandbak... die het nieuwe meisje op school eruit willen duwen. Ja, mooi. En dat gaan we dus gewoon niet doen. Dat dacht ik. En toen dacht ik van, nee, maar ho eens even meneertje. Hier ga je wel even een grens over bij mij. Want ik wil dat gewoon nu al gelijk gezegd hebben... dat we dit gewoon niet meer gaan doen. En dat heb ik dus ook zo verwoord. En ik vind ook dat... Kijk, ze doen een beetje minachtend naar mij. Maar ik zie... En ik zit daar als volksvertegenwoordiger. En ik vind dat als je Kamerleden minacht... dan minacht je het volk meteen. Dus er zit voor mij ook nog een principe achter. Van weet je neemt het dus niet serieus. Maar al die mensen... die zij willen schofferen, en dat was mij in dit geval... die zitten daar, die zijn gekozen door het volk. En jullie zijn benoemd. Dus laten we dat even niet vergeten. Mm-hmm. Dat ging in mij om. En ik dacht, daar moet ik gelijk even wat van zeggen. En dat kwam wel aan, geloof ja, ik. Ja, nee, zeker. Is hij, het was mooi. Ik vond het een mooie actie. Is hij daarna ook nog naar jou toegekomen? Van, goh, Caroline, het was niet zo bedoeld, excuus. Nee, hij heeft dat nooit gezegd. Na het debat is hij ook gelijk weggegaan. Mm-hmm. Rutte stond aan de andere kant, want toen het debat was afgelopen... dit was ook echt aan het einde van het debat. En toen was het afgelopen en Rutte stond aan de andere kant van de zaal... en die zwaaide zo naar mij van... Hey Caroline, riep hij. Sorry hoor, het was niet zo bedoeld. Ik zeg, nee, ho eens even. Ik wil excuses hiervoor. En zei hij, kan niet meer. Het debat was afgelopen, kan niet meer. Zo, haha. Ik denk, maar dat gaan we ook niet doen. Dus toen ben ik nog achter hem aangelopen. En toen heb ik hem in de gang, heb ik hem nog aangesproken. Ik zeg, luister eens, ik wil gewoon excuses hiervoor. Ik zeg, en in het openbaar, tijdens een debat, wil ik gewoon dat je zegt, weet je, dit zullen we niet meer doen of whatever. En toen zei hij van, ja, maar sorry en... ik ben geen eikel hoor, zegt hij. Ik ben geen eikel. Ik zeg, Mark, ik zeg ook niet dat je een eikel bent. Ik zeg dat je excuses moet maken. En toen zei hij van, dat ga ik doen, volgende keer. En Mark Rutte heeft het gedaan bij het eerstvolgende debat waar hij bij aanwezig was. Was het eerste wat hij zei, van dat hij dat niet zo had moeten zeggen... en dat hij zijn excuses aanbood. Dus dat vond ik excuses wel... Excuses voor afgelopen vrijdag. En hoe kijk jij zelf naar zeg maar... Rutte als president, sta je achter onze minister-president? Nou kijk, ik vind dat hij toch echt wel behoorlijk wat fouten heeft gemaakt... en gewoon ook heeft gelogen. Mm. Dat ik vind eigenlijk niet dat je dan nog minister-president kan zijn. Hij had gewoon al eerder moeten opstappen... en die motie van afkeuring die door D66 is ingediend door Kaag... dat had hij gewoon moeten opvatten als een moment dat hij gewoon zelf zijn conclusies had getrokken. Ja, dat heeft hij niet gedaan. Vind jij dat Hugo de Jonge moet blijven als minister van Volksgezondheid? Nee, dat vind ik niet. Want? Nee. Nou, ik vind dat hij de samenleving echt in een tweedeling heeft gebracht. En dat hij uitspraken doet die ik vind dat absoluut niet kan. Afgelopen week weer dat... die bedden bezet worden door mensen die er eigenlijk niet zouden mogen liggen... omdat ze niet gevaccineerd zijn. Nou, ik vind, dat kan je gewoon echt niet maken als minister van Volksgezondheid. Dat vind ik echt schandalig. Was jij trouwens gevraagd door Remkes voor de formatieonderhandelingen? Nee. Jullie zijn niet gevraagd om ook aan te schuiven?
Nee, nee. Had je mee willen regeren als je gevraagd was geweest? Nou, mee willen kijken. Een partij met één zetel is natuurlijk een beetje raar als je zegt van we willen in de regering. Ik heb wel tegen Mariette Hamer in de zomer gezegd van, nou weet je, kijk, stel nou dat ze er helemaal niet uitkomen en je hebt net die ene partij nodig om door te gaan. Ik zeg, dan mag je me altijd bellen. Ik zeg, mijn enige voorwaarde is dat wij de minister van Landbouw leveren. Wat denk jij dat de eindformatie gaat worden? Wat ik begreep van ChristenUnie, Pieter Ginwis liet dat eventjes vallen vorige week op Radio 1, dat ze de goede kant op gaan. Dus dat ik denk dat ze er alles aan doen om een coalitie te krijgen. En dat die er komt, maar ik denk dat die coalitie heel snel uit elkaar valt. Ja. En wanneer denk je dat er witte rook komt, dat ze eruit zijn? Ik denk binnen 2 weken. Ja, dus binnen 2 weken gaan we horen dat de nieuwe coalitie wordt ChristenUnie, D66, CDA en VVD. Ja, we zullen in ieder geval horen of het wel of niet iets is geworden. En ik ga ervan uit dat ze nu echt gaan proberen om een nieuw kabinet te formeren. Maar echt wel met het mes op de keel bij een heleboel van we moeten. Dus het wordt een soort van gedwongen huwelijk, denk ik. Nou ja, we weten dat gedwongen huwelijken niet echt succesvol zijn. Maar ik vrees ook dat je besmet gaat worden waar je mee omgaat. Is dat een terechte zorg of niet? Nee, absoluut niet. Hoef je totaal geen zorgen over te maken. Weet je, ik weet niet eens hoe ik anders zou moeten doen. Ik zou niet weten hoe ik anders zou moeten worden. De sfeer of de mores van Den Haag, je beetje handje klap en dit en dat past mij helemaal niet. Ik voel me daar ontzettend ongemakkelijk bij. Het is helemaal niet mijn wereld eigenlijk. Raar, want ik zit in die wereld, maar eigenlijk is het niet mijn wereld. Mijn wereld is een andere, hè? Dus mijn wereld is van het gezond verstand, de praktische oplossingen. Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar dekapiteindelijn.nl en word kapitein. En dan zeggen we tegen u, molto bon dia, capitao. Ik dank u voor het luisteren en hopelijk wordt u ook lid van onze beweging, de Kapiteinenlijn. Tot snel.